Zeg Colin, hoe ziet die weg naar het geluk er eigenlijk uit? Nou, die weg naar het geluk was vandaag vanuit Malen naar Nijmegen. Dus vanavond moet het geluk hier zich eigenlijk gaan beproeven. Dit vind ik echt super. Als je ziet hoeveel mensen dat er nou al zijn. Eigenlijk dinsdag begint die vierdaagse pas. En nou al zoveel mensen op het plein om echt een gezellig feest te maken. Nee, helemaal top. Je hebt onlangs een nieuw album uitgebracht. Hoe heet die? Op weg naar het geluk. Die is nou een weekje of zes uit en dat gaat hartstikke goed. Daar staan 12 liedjes op, waarvan dat ik er zelf 8 heb geschreven deze keer. Dus dat maakte het voor mij heel erg bijzonder, dit album. 8 liedjes schrijven, dat doe je niet zomaar. Nee, er is wel eventjes wat werk in gegaan, maar het is me goed afgegaan in principe. Dus we hebben een halfjaartje opgenomen en geschreven. Dus we hebben er veel tijd in gestoken, maar het resultaat mag er zijn. Normaal gesproken, je pakt toch wel wat dingen die uit het leven gegrepen zijn. Het hoeft niet altijd autobiografisch te zijn, maar je maakt om je heen toch ook wel dingen mee die mensen meemaken en die je ziet. Dus daar haal ik toch wel een beetje inspiratie uit. Ja. En dingen die je op de weg gewoon tegenkomt. De gekste dingen bij optredens. Ja, daar is altijd wel wat inspiratie uit te halen. Nou, sowieso de geboorte van mijn zoontje in januari. Daar heb ik ook een liedje voor geschreven dat op het album staat. Mijn kind. En dat is toch wel een van de, vind ik zelf, persoonlijkste nummers en mooiste nummers van het album. Nou, we zitten nog even te kijken of we misschien een single van het album pakken. Maar er staan al een aantal liedjes op wat er als single is verschenen. Dus ik denk dat we rond oktober misschien met iets heel nieuws gaan komen. Ik probeer van het jaar nog in ieder geval een nieuwe single uit te brengen. En wordt die uit je eigen mouw geschud of moet die van iemand anders komen? Ja, daar zijn we nog even aan het over dubben wat we precies gaan doen. Of dat het een echte feestplaat gaat worden nou weer. Of toch een rustiger liedje. Dus we weten eigenlijk nog niet precies wat we willen. Als er ideeën zijn, ze zijn altijd welkom. Waar kunnen ze terecht? Bij www.zanger-colin.nl. En dan komt alles goed.